Het ziet er iets mooier uit. Het ziet er wel mooier uit dan de vorige keer, ja. Je moet in zijn standaard erbij zien te nemen. Het is ook rood. Dan wil je van twee kanten gaan filmen. Ja, dan kan je bovenaf ook licht invoeren. Bovenaf licht is mooier. Oké. Maak aan de lange kant een disconnect, dan blijft de lijn mooier liggen. Oké. Zal mooi worden. Ik had een paar maanden terug je oorbel hier geschoten, hier bovenin. Ja. Juist omdat je dan kon zien, maar de haren begonnen weer overheen te groeien. Ja, ik zie niks meer. Gaat snel. Ja, dat groeit ontzettend hard. Ja. Toen het zo lang was, zag ik het nooit groeien, maar nu zie je het wel echt. Absoluut. Het is wel leuk, ik kan precies zo meekijken. En heb je wel iets van de optocht en zo gezien? Ja, een klein beetje. Ik heb meer dan mijn dobbel. Toen nog geluid op de film, hè? Ja. Blijft een gek gevoel, vind ik. Dat is ook een gek gevoel. Een kerstgevoel, hè? Ja. Sinterklaas wint het nog steeds. Ja, bij ons thuis niet, hè? De vier was Sinterklaas voor een broertje en zusje. De kerst wordt meer gevierd. Ik vind het leuker, gezelliger. En ja, is ook leuker. Ja. Ja. Ja, dat maakt er nog niks uit. Nee. Het hele huis al naar gourmet stinkt, dan maakt daar niks meer uit. Het mooie van de kleuren is dat ik kan gewoon een bruin bovenop nemen en een diepere kleur onder. Dan lijken de kleuren ook meer bij elkaar te passen. Dus je hebt het zelf. Nee. Het was wel mooi geworden op zich, wel heel donker hoor. Dus 2 of 3 weken terug alweer. Ja. En toen was het echt bijna zwart gewoon. Ja, het was toen. Ja. Ik hou er wel van het donkere. Dat is ook mooi. Soms.
Ja, hoef je niks aan te doen. Ja, daarom. Nee, met gala had ik wel spijt dat ik het geknipt had, die avond. Maar ja. Ik wilde met gala mijn haren heel mooi opsteken en krullen en zo. Ja. En toen kwam het gala eraan, toen had ik korte haren en een jurk en was helemaal open in je nek en zo. Vond ik wel jammer op zich. Ja, dan had je eigenlijk... Kijk, als wij een gale kapsel maken, kun je van kort ook een heel groot gale kapsel maken. Het is altijd grappig hoeveel verschil het maakt van wie of wat je doet en wat voor haar. Dat maakt ook nogal verschil. Ik wilde vroeger altijd heel lang haar hebben. Dat ik altijd spijt als ik het... Neiging om, ja, zeg maar, niet heel lang te kunnen zijn. Oké. Het is vrij fijn haar, dus het valt vrij sluit langs je hoofd. Ja, ik heb best wel dun haar. Ja. Moeilijk te leren. Kappen zwak. Asymmetrische knippen. Nou, eigenlijk niet als je luistert naar je gevoel niet. Als je gaat kijken, technisch gaat kijken, dan is het wel aan te leren. Maar dan is het vaak niet zo mooi omdat het dan te technisch is. Oh, oké. Het moet wel passen in het gevoel van je, van wat je hebt. Even zo. Even laten zien van waar het gaat. Iets meer last van je snotneusje. Nou, valt nog wel mee. Heb je al besloten wat voor opleiding je gaat doen? Ja, de koksopleiding. Oké, leuk. En die zet je er gewoon op een schraffine dingetje onder, dan kun je... Kun je een beetje variëren met die lok. Omdat die maar heel dun is. Ik vond het leukste als gisteren lekker de carnaval fotograferen. Ja. Dat vind ik heerlijk om te doen. Fotograferen? Ja. Vind ik ook heel leuk om te doen. Dus ik had hele mooie foto's gemaakt, echt super mooi. En dan vind ik dat jammer om er niks mee te doen, dus heb ik gisteren even een filmpje van gemaakt. Ja. En dus zei ik tegen Jim van, dan moet je wel even op jouw account. Ik zei, want ik ga hem niet bij mij erop zetten. Voor mijn techniek te maken, die is heel lekker. Ruikt lekker. Deze, ja. Ja.
donkere. Staat je ook mooi. Ook omdat je donkere wenkbrauwen hebt. Ja, klopt. Het enige voordeel wat je hebt als je het lichter kleurt, is dat je haar meer volume lijkt te hebben. Maar het is ook wel mooi dat jouw haar niet zoveel volume heeft. Het is ook wel mooi dat we kleinere kapsels krijgen. Ja. Ja. Vloeibare versteviging. Een tonsje aan die kleurtje. Oftewel, zoals de Engelsen zeggen, minor adjustments. Kleine aanpassingen. Moet je altijd met deze kapsels. Oké. Je hebt altijd stukjes die er net onderuit pieken. Nou, leuk, bedankt. Bedankt. Dit vind ik al een leuk product. Sommige mensen verpesten. Dat stinkt, hè? Ja. Yeah.